Geniet u ook zo van deze mooie omgeving bij het Strubebankje? Ja, u staat nu op dezelfde plek waar Jan Strube vaak kwam om inspiratie op te doen voor nieuwe schilderijen. Want hij was een kunstschilder in hart en nieren. Wie hij was en wat hij deed, zullen we nu in het kort uitleggen. Hij woonde hier vlakbij en hier staat hij in de deur van zijn gezellige huisje aan de Zandreef. Dit is een mooi zelfportret van Jan Strube. Hij leefde van 1892 tot 1985 en was alom bekend en geliefd vanwege zijn fraaie olieverven en grafisch werk. Jan Strube is geboren en getogen in Amsterdam. Hij genoot daar zijn opleiding aan de Quilinusschool en was lid van de Onafhankelijke, Arti en Amicitia en Pictura, waarmee hij exposeerde in het Rijksmuseum. Uit die tijd stammen deze schilderijen. Later werd hij een van de oprichters van de bekende populistenkring. Zoals veel van zijn tijdgenoten was hij erg gedreven om het authentieke plattelandsleven vast te leggen. Daarom toog hij begin vorige eeuw naar Brabant en vond daar, naar zijn eigen zeggen, het land van Breugel. Hij verloor zijn hart aan zowel deze streek als aan de liefde en trouwde met de Etteleurse Dina Bogers. Het dagelijkse leven hier werd door hem op een treffende, romantische wijze vastgelegd in zijn vele schilderijen, litho's en tekeningen. Zoals u kunt zien, ook zijn vele stillevens boeien nog steeds. Ook in Breda genoot Jan Strube aanzien als kunstenaar. Samen met Gerrit de Moray, Dio Rovers en Paul Windhausen richt hij de Bredase kunstkring op. Uit de jaren 30 van de vorige eeuw stammen deze muurschilderingen in de Zuidpassage in Breda. Heden ten dagen kunt u nog werk van hem bewonderen in het Stedelijk Museum Breda. Landelijke bekendheid kreeg en geniet Jan Strube niet alleen door een postzegelontwerp, maar vooral als tekenaar van eigendomsmerkjes, ex libris genoemd. Na de oorlog verruimde ook Jan Strube zijn blik en ondernam een aantal reizen naar het buitenland. Zo bezocht hij België, Duitsland, Luxemburg, maar vooral zijn geliefde Frankrijk. Hij genoot van deze reizen en verwerkte zijn indrukken in zijn schilderijen.